Van Gogh werd financieel door zijn broer onderhouden. En hij dacht na een paar jaar in Nederland gewerkt te hebben, wat hij min of meer heeft afgesloten met zijn aardappeleters, zijn meesterstuk, dat hij naar Antwerpen en Parijs moest gaan om te proberen in de stad verkoopbaar werk te maken. Hij dacht dat stadsgezichten en portretten vooral kans maakten bij een breder publiek. En in Antwerpen ging hij eventjes aan de academie studeren en ondertussen probeerde hij dus bijvoorbeeld portretten te maken, maar hij had niet zoveel geld voor modellen. Dus hij koos mensen die niet zoveel vroegen en deze mevrouw is daar één van, een prostituee. Hij heeft er geschilderd met behoorlijk vrij penseelwerk. De toets is heel erg los, de kleuren zijn behoorlijk helder. En hij wilde ook een bepaald type in beeld brengen. In dit geval een vrouw van losse zeden. En dat kun je heel duidelijk zien. Doordat ze zo'n open hals heeft, doordat ze een kettingje zichtbaar draagt en doordat ze van die rode lippen heeft. En als een mooi accentje heeft hij met een bolletje witte verf een pareltje aan haar oor gehangen.